U heeft binnenkort een afspraak in het Erasmus MC. Ons ziekenhuis is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij laten u graag de mogelijkheden zien. Rotterdam heeft een uitgebreid metronetwerk. Vanuit veel omliggende gemeenten kunt u met de metro naar het ziekenhuis komen. Vanaf de treinstations Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak en Schiedam rijden er verschillende metro's. Metrolijnen A, B en C stoppen alle drie bij metrohalte Dijkzicht. Deze halte is vlak voor het Erasmus MC. Bus 32 en 44 stoppen om en nabij het Erasmus MC bij haltes Dijkzicht en Erasmus MC. Komend uit de metro of bus volgt u de borden Erasmus MC. Er zijn drie verschillende ingangen aan het Dr. Molenwaterplein. De hoofdingang, ingang Zimmermanweg en ingang Wijtemaweg. Deze komen uit in de voetgangersgebieden Passage, Arcade of Plein, waar u zich kunt aanmelden. Misschien kiest u ervoor om met de taxi naar het Erasmus MC te komen. Uw taxichauffeur zet u af bij de Kiss and Ride zone voor het ziekenhuis. Wilt u ook weer door de taxi opgehaald worden? Geef dan duidelijk aan bij welke ingang u wacht. Tramlijn 8 stopt aan de andere kant van het ziekenhuis, aan de Westzeedijk. Stap uit bij tramhalte Kievietslaan en loop vervolgens de parkeergarage Westzeedijk in. Hier volgt u de gele bordjes ingang. Deze brengen u naar de dichtstbijzijnde ingang van het ziekenhuis. Bij alle ingangen is binnen voldoende wachtgelegenheid. Er zijn rolstoelen beschikbaar en ook rijdt er een golfkarretje om u naar uw plek van bestemming te brengen. Met welk openbaar vervoer u ook komt, het is goed om te onthouden via welke ingang u naar binnen gaat, dan herkent u het later wanneer u weer vertrekt. Plan vooraf uw reis naar het Erasmus MC zorgvuldig met de OV9292-app. Komt u liever met de auto naar het Erasmus MC? Bekijk dan onze video over parkeren en lees de parkeertarieven op onze website. Wij wensen u een goede reis!